nog, jij gaat hier wonen, ja. Dan ga ik ernaast wonen. Fantastisch! Zijn er gewoon inderdaad weer neighbors. Yeah! Let's go, my guys! Ja, de hele tijd, dat is gek voor jou. Opkleuren. Hey, er zit ook iemand in mijn bed! Roy, welkom bij aflevering 2 van de super interessante Minecraft Survival op de meest gekke, originele manier. Welkom. Wat zijn we vandaag weer aan het doen met onze bloemetjes in onze handen? Je bent lekker je bloemetje in de lucht aan het gooien gewoon. Ja. Hey, ja. Vorige aflevering was echt succesvol. We hebben echt een villa gebouwd hier met uitzichtpunten op twee plekken. Hij is echt insane. Ben je nog steeds blij met de locatie die je hebt gekozen? Ik ben nog steeds tevreden. Ja, ja, zeker. Ja, ik hoopte dat je misschien veranderd was van gedachten, maar... Nee, we blijven hier vast. Nog wonen. We blijven Vind hier gewoon nog wonen. Ja, het uitzicht is mooi. Alleen ja, de locatie is een beetje ingewikkeld. Ja, dat wel. Ja. Het is een beetje ingewikkeld, maar dat hoort erbij. Dat is het risico van het vak. Ja. Hey, wat wil je vandaag doen? Ik kan ook wel wat zeggen, maar misschien... Jij zo te zien hebt al gelijk een plan, want je loopt naar beneden. Ja, ja, het frustreerde mij vorige aflevering echt enorm hoe weinig hout ik in mijn bezit had. Dus we gaan hout hakken. Beginnen we mee. Ja, prima. Ja. En ik denk ook gewoon even lekker... fuck the crib, man. Voor nu even gewoon. We gaan daar gewoon weg. Ja, nou ja... Nee... Maar gewoon voor nu even. Even lekker op avontuur. Ja, prima. Prima. Maar dan gaan we je ook wat hout hakken natuurlijk, want ik ben je nu alweer kwijt. Je bent gewoon letterlijk weg gaan lopen. Ja, ik ben helemaal beneden al. Ja. Wacht, wacht. Oh, ik ben nog bij wit hout. Oh, zie je me? Ja, ja, okay. Ik zie. Ik vind dit hout... Ja, trouwens, fuck het ook gewoon. Ik ga dit hout wel fucken. Dit hout is niet mooi, maar als je het wil, ja, prima. Het werkt. Het werkt. Het doet zijn ding. Ik zou eigenlijk zeggen, we hebben een doel. Ja. En dat is de Wither, weet ik veel. Ja, en alle de dragon monsters slaan. En al die monsters. Laten we vandaag gewoon beginnen aan monster nummer 1, weet je. We moeten ergens beginnen. Wil je wel in één aflevering nu al zo'n monster verslaan? Ik denk niet dat dat gaat lukken, eerlijk gezegd. Niet? Waarom? Ja, moeten we eens Netherite hebben? Wat gaat er fout? Nee. Nee, we moeten natuurlijk de dinges vinden. De Ender Dragon bijvoorbeeld. Dan moeten we naar de End. Dus we moeten eerst naar de Nether. Ja, we kunnen deze aflevering wel naar de Nether, als je wilt. Oh, dat vind ik altijd wel heel ingrijpend. Maar volgens mij is het wel nodig. Het is te doen. Maar dat kunnen we op twee manieren doen. We kunnen dan diamonds vinden en daarmee obsidian. Want we hebben natuurlijk dan een portal nodig. Of we kunnen gewoon met buckets werken op een hele creatieve manier. Het fixen. Oh, en met flint en stone. Ja, dat hebben we sowieso nodig, ja. Dat geintje ken ik. Stone. Ja, die hebben we zo, ja. Flint en stone. Zo heet dat toch? Flint en steel. Flint en stone. Ik dacht oprecht dat het zo heet, ouwe. Nee. Oké. Even denken, Max. Gewoon ja, wat wil even. Je? Ja, nou, ik denk dat ik weet wat ik wil. Ja. Ik wil een village vinden, man. Een village vinden? Ja, okay. Dat is wel even een kleine objective voor deze video. Prima, deze dus dan gaan we gewoon rondwachten. Ik heb alleen geen eten, maar dat kunnen we daar ook vinden, want dan hebben we heel veel brood gelijk. Snap je? Ik heb wel eten voor je. I got you, there you go. Lekker, gewoon. Lekker rotvlees. Ja. Mijn favoriet. Oké, nee, een woestijn. Dat is misschien ook wel dik. Een woestijn voor wat? Gewoon om in te leven? Ja? Gewoon een crib in de woestijn. Okay. En Max, weet je? Ik wil jou een beetje uit die... Uit die soort van vaste slur halen, weet je? Welke slur? Maar, nou ja, gewoon. Altijd maar een huisje op dezelfde plekken. Want ja, dat is het handig. Ja, boeiend dat het daar handig is. Dat is toch niet leuk? Ja, ik vind het prima. Ik vind het prima. Weet je, Las Vegas was ooit ook gewoon een woestijn, hè? Dus wij gaan onze eigen Las Vegas bouwen. Ja, precies, ja. We gaan gewoon goksteams doen in onze woestijn. Minecraft Fox. Ja, precies, ja. Even eerlijk, sinds wanneer speel jij Minecraft? Volgens mij echt 2000... Letterlijk 2011 of 12, denk ik. Toen het uitkwam. Ja, daar is hij! Deze bedoelde ik! Deze had ik gezien! Ja, nou, hier blijkt dus maar weer dat Max gewoon jullie in het oogje neemt zo nu en dan. Hoezo? Want dit wist jij gewoon al. Ja, dit wist ik. Omdat ik deze map klaar moest zetten, had ik deze gezien. Maar met klaarzetten ben jij helemaal deze kant op gelopen. Nee, ik heb het spawnpunt. Het is letterlijk daar op dat eilandje daar. Oh. Daar spawnen we. Oké, Max. Maar ik volgde jou in aflevering 1. Ja, ik geef je gewoon het voordeel van de twijfel. Kijk, ik kan niet in de kijker zijn hoofd kijken, maar... ik geef hem je. Mij heb je overtuigd. Dat is belangrijk. En we zijn gewoon veilig hier nu. Echt heel veel zin om deze village te raiden. Gewoon helemaal tot strot. Kijk, hier zijn je land. Hier.
Hey, what the fuck, bro? Hij ligt hier gewoon te maffen. Is dit? Ja, tuurlijk. Hij moet ook gewoon slapen. Zullen wij ook even slapen anders? Dat is even dag. Dan kunnen we er geen monsters. Nee, nu kunnen we het makkelijk beroven. Hey. Ja, maar kijk, je kan ze ook de bed uitsturen. Als ik gewoon erop klik, gaat eruit zien. Wat is het bed van jou? Nee, echt? Ja, tuurlijk. Moet je de land niet roven? Finishers hebben echt geen stemrecht gewoon. Ik wil even de chest. Hey, hier is er een. Allemaal broden, gek. Heb je wat nog meer? Potatoes. Ja, okay. Ja. Ik pak wel deze wheat hier. Dan hebben we zo meteen heel veel brood. Apples. Hey, apple. En emeralds. Een droid, dit ken je waarschijnlijk ook wel. Zo'n abandoned portal. Dat is leuk. Dan hebben we ook gelijk... misschien kunnen we daar een net portal van maken. Een abandoned portal? Ja, of hoe dat ook heet. Abandoned portal. Ja. Kom maar aan, hè. Waarom vind je dat zo'n raar woord? Ja, I don't know. Een abandoned portal. Voel ik ineens echt als een gamer gewoon. Ja, hoe weet je hey, dat dan? Hey man, I found an abandoned portal. Hoe heet dat dan ook? Een ruined portal heet het volgens mij. I will get my gear and help you. Help you soon, loot. Buddy. Wat zit erin? Een flint en stone. En hier kunnen we gewoon een portal van maken hoor, als we deze bewaren. Hey, looting 1 zit er op dat zwaard. Flint en steel, nice. Iron nuggets, die nemen we mee. Hey joh, tief op! Tief op! Tief op! Ik neem het zwaard al mee. Hey. Maar hier, ik kan zeggen, kijk, als we deze hebben. Hier kunnen we gewoon simpel zo. Kunnen we hem bijna afmaken. Hoe kom je nou ineens aan die obsidian? Ja, die staat ook in de kist. Oh, hier staan er nog twee, hè? Ja. Ja, we deze hebben we trouwens een, niks aan. Diamond pickaxe nodig. Diamond pickaxe. Ja, dan, we kunnen beter gewoon even hier. Ja, even, hier blijven gewoon. Hier gaan we gewoon leven, gast. Ja, dus wat doen we met de oude crypt dan? Ja, die boeit even niet. Dat is zoals een vakantiecrypt. Ja, dat is gewoon precies. Dat is gewoon een begonnen projectje. We leven hey, dan trouwens, nu zo'n in golem village. Is toch ook een monster? Nee, maar die doet niks. Die doet maar niks. Maar die moeten kijk, we wel kijk, die gaat hier. Die gaat ons helpen. Kijk. Wat de hel? Hij helpt ons. Hij verkoopt zich de loplawaai. Ja, daarom. Daarom. Die golem moet toch gewoon laten leven. Is dat jou geloot? Oké, dan gaan we, moet je even je spawnpoint zetten. Door even te slapen. Als je doodgaat, ja. Spawn je dan ook hier. Nee. There you go. Sweet dreams are made of this. We hebben gewoon een nieuwe stad. Gewoon. Ja. Maar dit is ook gewoon een topplek, toch? Hey, daar ligt ook nog allemaal. Oh. Wil je een kat, trouwens? Dat is heel random. Ja, wil je een kat? Ja? Waar ben je? Heb je zalm nog, toch? Of heb je die allemaal gebakken inmiddels? Ja, allemaal gebakken. Oh, ja, als je het vissen gaat killen, dan lopen hier vaak katten rond. Dan kan je een kat gewoon als huisdier krijgen. Pas, dat is oprecht wel heel lijp. Is er niet nog nog een kist? Nee. Heb je geen smid? Nee, dat is, ja, niet elke village heeft dat. Hey, smid is zo'n kleine veel, kans. Heel veel weed. Ja, die moet even pakken. Daar nee, ja, niet elke village heeft dat. Zo'n smitting, zo'n smid. Jammer. Een blacksmith. Hoe hak je dit snelst? Gewoon met je hand? Met je hand, ja, er is niks. Gaan we hier gewoon chillen nu? Ja, is cool. Oké, okay, dan ga ik zalm halen. Dan kan jij pakken, joh. Een kat spullen nemen. Bij me. Wat de flash weg ermee. Doei. Ja, dan maken we hier even een chest. Moet je even een huis claimen, welke van ons is. Ja, is goed. Nou, ze hebben er wel wat moois van gemaakt, die villagers. Ik snap wel dat ze hier gingen zitten. Ze hebben ook een haventje gemaakt. Een haventje? Ja, kijk dan, dit stukje hier toch. Dat is gewoon al hun eigen gemaakte haventje, 100%. Het is toch zo? hier. Mooi, als die villagers dat zelf gewoon gedaan hebben ook. Ja, dat is slim. Ik heb 4 zalm, misschien is het genoeg. Nou, oh, zalm kan ook gewoon... voor die kat. Ja, ik ben die kat ga ik voor je fixen. Nice. Mijn huisdier. Oh, hij is hier. Wat de hel? Hij miauwt ook echt gewoon hard. Ja, natuurlijk. Het is gewoon een kitty. Het is gewoon een cat. Gaat hij me niet beschermen? Het is gewoon letterlijk een mouse. Het is gewoon een mouse. Maar gaat hij mij niet beschermen? Nee, hè? Nee, wel tegen creepers. Creepers vinden we mouse eng. Echt? Ja. Creepers rennen ervoor weg. Dus het heeft ook nog wel nut. Zo goed bedacht ook gewoon. Even kijken. Ja, ik maak hier wel mijn tijdelijke Crimson Mouse van. Waar ben je? Welk huis heb je gepakt? Oh, daar. Dat is de kleinste. Een van de kleinste pak je hier helemaal. Waarom pak je deze? I don't know, man. Oh, god. Hier, deze is ook al van iemand. Hij is al bezet. Oké, hier is je Sam. Moet je die zo meteen even shiften, moet je heel voorzichtig naar die kat toe lopen, anders rent hij voor je weg. Kat is zijn schuw. Oh, echt? Ja, kat, als je zeg maar te snel afrent, dan rent hij gewoon voor je weg. Man. Heb je hier een zwarte en een bruine? Even kijken, wacht. En we hebben hier een netherport. Dit is gewoon... Dit is echt spot. Super cool. Dit is gewoon de spot, inderdaad. Dit is het. There you go, kijk. Dan kan ik eindelijk even mijn shit allemaal kwijt. En dan ga ik het opnieuw even oriënteren allemaal. Zo. Ik ga wel dit huisje hier verplaatsen. En dan woon ik tegenover je. Dan hebben we twee huisjes. There you go. Ik heb gewoon even alles... Hey, Bounty, ga jij eens weg. Jij bent hier niet welkom. Dit is mijn huis. Kleur op. Zo, even kijken. Ik ga dit huisje hier verplaatsen. Dan zijn we overburen. Gewoon oppakken en verplaatsen. Nice.
Beter. We hadden volgens mij trouwens nog wel meer ijzeren, maar dat ligt allemaal in de oude crib. In de oude kribbenmaus. In de oude kribbenmaus liggen allemaal onze spullen. Van. There you go, gast. Oké, nou ga ik weer even... Nou gaan we eens beginnen, man. Ja, nu pas. Ja, nou gaan we beginnen. Ja, ik word altijd helemaal gek geweest. Als mijn inventory helemaal geaals is. Dat is helemaal is vol zit niks. Met stront. Ja, het is gewoon fucked up. Snap je? Even kijken, die heebalen. Zal ik daar gewoon brood van maken? Daar kan je, ja, best, maak er lekker brood van. Dat is het beste. Dan heb je echt volgens mij meer dan een stek brood zometeen. Hoe werkt dat ook alweer? Dan moet je het eerst gewoon hooi van maken. En daar kan je brood van maken. Oh ja. Weet je hoe je er hooi van maakt? Ja, nu wel. Hoe verdeel je het ook weer over al die shizies? Hoe bedoel je? Ja, zo, met shift. Ja, ik zie. Ik snap ook gewoon niet wat je bedoelt als je iets vraagt. Ja, mijn instructies zijn ook wel echt heel shit. Het is echt heel onduidelijk. Hoe verdeel je ook weer al die shizies? En dan voordat ik antwoord kan geven, dan heb je het zelf al opgelost. I'm sorry, my guy. Oh, dat is wel heel funny. Oké, heb ik nog toevallig wat kool? Kool. Nee, ik heb geen kool. Ik heb keine kool. Zo, dit is wel nice, man. Ik heb nu gewoon wel echt even mijn chassis op orde hier. Oh. Ja? Dit is top. Ik heb bijna dit huis hier opgepakt. En dan ga ik hem gewoon... Dan worden we echt neighbors, ook in Minecraft. Nice. Zijn we neighbors. Dat is goed. Hier, dit huis is opgepakt. Zo, kijk dan even. Oh, ik heb nu wel echt veel vreten ook, hoor. Ik ga tegenover je wonen, precies. Oh, ik heb echt veel vreten. Mijn middelste kist is voor de voedsel. Boven is voor de blokken. Zo. Ja, dit gaat goed, man. Kijk, Ivan. 1, 2, 3. Is dit dan mijn zeldzame chest of zo? Kijk. Ik ga hem echt gewoon spiegelen in het huis. Dat we echt hetzelfde huis hebben. Ja, het zou echt gewoon een surprise zijn met hoe ik dit allemaal aan het sorteren ben. Ben je kist aan? Je bent letterlijk al de hele tijd je kist aan het sorteren. Dat is wat er nu gebeurt. Ja. Oh mijn god. Ik had echt verwacht dat er wel iets meer zou gaan zou zijn. Maar je bent gewoon je kist aan het sorteren. Ja, gast. Moet ja, oké, dat is ook wel gewoon. Dat moet inderdaad ook gebeuren. Daarom. Ik word anders helemaal gek in mijn hoofd. Blokken. Dat is echt het enige wat ik eigenlijk echt pas meestal mijn eigen survival series pas na weken doe. Dus mijn kisten sorteren, het is echt gewoon iets wat jij direct doet. Ja, dat moet bij mij echt al heel snel gebeuren. Anders word ik helemaal crazy. Dan kan je gewoon niet Minecraft. Nee, dan kan ik gewoon niet craften met de mine. Hoe ziet jouw interieur eruit? Okay. There you go. Hey, Smax. Ik, ja, man. Jij bent helemaal set op gewoon. Ja, snap je? Kom even een kijkje nemen in mijn Ik kom eraan, wacht. Kisten. Ik kom eraan. Denk oprecht dat je gaat denken... We, yo, Zebby. Dit heb je goed gedaan. Zebby. Dat is wat jij gaat denken. Even kijken, wacht. Ik, hoe ziet dit eruit? Ja, ziet er wel goed uit, oké. Okay. Lijkt je bent erop. Echt helemaal aan het namaken. Ja, ongeveer wel. Zo, althans... Ja, zo, naar deze weg. Zo. Heb je nog een bed? Zeg jij. Ik ben deze van je. Hey! Wat, is nou gelijk een nakkenmozen? Neighbor favor. Oh, hallo. Ja. Ja, dit is nice. Ik dacht, jij gaat hier wonen, ja. Dan ga ik ernaast wonen of er tegenover. Fantastisch! We zijn nu gewoon inderdaad weer neighbors. Hey, maar het is ook gewoon echt een mooi huis, Rai. Hey, dit moet je nog wel even doen. Dit moet ik even carven, inderdaad, ja. Ik moet even gecarven voor de show. Hoe doe je dat? Oké, zo. Hoe deed je dat nou? Ja, met je ex-rechtermuisknop. Wat is nu al gebeurd? En nu is het wel helemaal hetzelfde. Dan ja, eigenlijk nog nu even is het echt nice. Hier het pad zo nog even netjes. Kijk, dan hebben we gewoon echt een mooi pad dit. Is dat met de schep? Ja, met de schep kan je erop klikken. Ja, sorry. Jeetje, van alles mogelijk. Hey, kijk even die... Hey, gast! Gast uit mijn pisnest! Hij ligt hey, hier pleurs op! Goeie, wacht, toch eerst even slapen. Dan hebben we een mooie dag. Dan is het een mooie ochtend zo. Ja. En dan worden we ook gewoon gezellig tegenover elkaar wakker. Hier. Goedemorgen, neighbor. Oh, wacht even. Hallo! Hey, je hebt nu ook een broek. Ja, ik had al die broek, oh, die had ik al een tijd aan. Ja, ja, die hadden dat aan de vorige aflevering gedaan. Dat is waar. Kijk, wacht, en dan hier kijk, sluiten we het af. Zo, kijk, en dan sluiten we het hier zo beveiligen, want hier lopen mobs niet, waarschijnlijk niet zo snel doorheen. Oh, hold on. Want dit doet, als ze volgroeid zijn, gaat het pijn doen. Zo, jouw kisten moet ik bekijken. Ja. Je hebt hieronder je, je tools, of wat is het? Nee, je iron ingots en mobbloed. Maar wat? Ja, mobbloed. En bovenin je oors gewoon. Ja. Gewoon bovenin zeldzame shijs. Je hebt echt veel eten. Ja. Oh mijn god. En dan hier nice, hout. Right? En dan zal daarboven wel steen zijn. Ja. Mag ik mijn spullen bij jou sorteren? Of? Net als je dat. Ik ga mijn eigen manier sorteren.
Hier komt hout. Zo. Dan komt hier komt steen. Dat is toch wel handig, en hè? Andere blokken. Ja, oké. Okay, soort zie handig. Je wel. Zie je wel. Hier eten en moet wat wel bloed. Even een herkenningspunt voor ons maken. Anders weten we niet dat wij hier... Ja. En hier komt overige bende. Want jij hebt ook toortjes in je huis waarschijnlijk, of niet? Nee, nog niet. Ik had geen kool. Wat is dit? Is dit een poort? Ja. Waarom maak je een poort? Ja, we moeten toch wel gewoon... Oh, ja, prima. Ik ga even glas halen. Voor mijn ding. Wacht, wil je nog... Je kat nog? Kan je ik mouse? Die hoed van deze guy jatten? Ik vind hem zo lijf. Nee, laat kan ik die hoed jatten? Nee, gast, kijk hoe dik die is. Hij heeft gewoon echt een farming head. What the voor fuck? Voor de land. Die is echt lijp, ouwe. Ik had jou die vis al gegeven. Oh, Max. Ik heb een idee. Ja. Oké. Okay. Kijk, let op. Hier. Mijn bloem. En dan hier. Jouw bloem. Wacht, ik kom eraan, Maar, dan ga ik hem ook... Hier, dan doen we dat zo. Maar omdat het natuurlijk zo eruit ziet nu, dan gaan we even wat pakken. Nee, jouw bloem moet daar, maat. Oh, ik dacht dat ik mijn bloem plaatste. Ik plaatste een toortje. Ja, what the fuck? Ik dacht dat ik mijn bloem plaatste. Zo, kijk. Ja, oh, dit is nice. Oké, okay. En dan nice. Hebben we hier, hebben we hout. Kunnen we het een beetje... Zo, zie je? Oh, je plantenbakken. Ja, zijn plantenbakken zijn. Jij bent van de deco. Jij bent van de decoratie. Nu is de plantenbak erop. Nice! Je moet hier nog even een toortje op plaatsen. You know? Oh, aan de zijkant zo, hier. Ja, precies. Hier één. Ja, there you go, man. Dit is nice. Mooie poort ook gewoon nu. Ja, echt toch? Ja, het is echt sick. Hij is echt lijp. Nice, gast. Oké, hier ben ik echt oprecht blij mee. Dan moeten we... Ik ga glas. Ik heb glas nodig voor mijn huis. Glas? Ja, ik moet toch raam hebben? Ja, oké. Okay. Oh ja! Inderdaad! Dan denk ik van, ja, dat heb ik natuurlijk al, maar dat komt... Ja. Ja, oké. Hij is nagebouwd. I get it. Zo, die bosjes zijn irritant om doorheen te lopen. Holy fuck. Ja, het duurt lang, inderdaad. Hey! Max! Wat? Heb jij nog hooibalen? Ja. Geef die eens aan mij. Wat dan? Dat ga je zo zien. Zit in mijn kist. Oké. Hebben we ook al furnaces of niet? Zullen we een gezamenlijk furnaceplekje creëren? Ja, dat is goed. Even kijken, dan doe ik er... Ja, kijk, we verwerken het heel artistiek in ons huis. We verwerken het letterlijk in ons huis, de furnaces. Dat is artistiek. Ik kreeg even wat steen van je buurman. Je hebt geen steen. Kip hem! Kip het! Oké, Max. Ik ga wat regelen. Hier, dan doe ik ook in jouw huis doe ik de furnaces verwerken. Dan hebben we gewoon zo. Hebben we furnaces. Allebei een soort van in ons huis. Nice. Oké. Wat ga je doen? Oh! Ja, en dan helemaal tot de gate. Juist. Oh, ja, dat is cool. Kijk, en dan hier doe ik even zo. Dat zijn voor de furnaces, is dat? Dan hebben we gewoon even een kleine tuin ook. Weet je? Oh, dat is echt heel cool. Wacht, ik help wel. Oh, dat is jammer. Dat kan niet, inderdaad. Dat is jammer. Nee. Maar dat moet wel zo meteen. Maar niet aesthetics. Uit. Dat komt wel goed. We hebben gewoon... Ja. En dan moet het hier achter eigenlijk ook. Dan moeten deze bosjes weg. Hier. Ja. En dan kan je het hier kan je het ook gewoon mooi doen. Wil je hem vanaf... Ja, wel zo dan, ja, toch? Zo. Ja, zo is wel beter. Oké. Moet ik ook dat cobblestone, zoals dit? Zo? Cobblestone. Cobblestone is fijn. Die huisjes nou gewoon. Cobblestone. Ik had hier trouwens. Wacht, we moeten twee gates hebben. Ik had eigenlijk een ander idee, maar dat, moet ik dat dan nu exposen? Ja, ja dat nee. Ga ik wel even exposen. Ja, ik, wacht, ga exposen. Ik doe hier. Nee. Kijk, hier hebben we ook nog een soort van gate nu. Zo, die twee weg. En dan? Kijk, dan kunnen we er doorheen. Oh, ja, nice. Ja, you will see. Wordt dit een land? Of niet? Nee. Wil je nog zo'n gate hier hebben? Aan deze kant? Oh! Nice, nu snap ik waarom je weed nodig had. Yes! Ah, hier gaan we onze koetjes gooien. Yeah! Let's go, my guys! Hoppakee, hij is dicht. Come on in! There you go. Oh, oops. There you go. Dit is my gewoon... house. En hold on, er is er nog één, hier. We kunnen nu breeden gewoon, toch? Ja, oké, okay, maar eentje extra is altijd handig. Ja, twee extra, you know. Bertha en Marta kunnen we niet achterlaten hier. Dit vind ik denk ik het allerleukste aan Minecraft. Met die dieren klooien. Ja. Oh, ik ga onze tuintjes wel even mooi maken in de tussentijd. Ja, dat je laat groeien zo, dat er wat mooi hoog gras tussen zit. Dit ziet er leuk uit. Hier nog een beetje zo. Heb je koeien? Nou... Ja. En dan zou ik ze gelijk laten breeden. Ja. Maar ja, trouwens hoef ik jou niet te vertellen, want jij bent de landmeester. I'm the expert, you know. Ik kan wel zeggen, jij bent expert on the land. Hoppa! Ga ik mijn furnaces aanzetten hier. Gast, nice man. Kijk we dan zijn even. Gewoon goed op weg dit, inderdaad. We zijn dat is zielig bezig. Voor ons oud huis. Vind ik het enigszins een beetje zielig.
Ja, oké, dat wel. Weet je nou. Wacht, wat ik ook ga doen, is deze lantaarnpaal hier, die ga ik optillen en meenemen en in onze crib plaatsen hier. Die wil ik hebben. Oh, ik nice deze man. Lantaarnpaal. Zo, dit is echt goed. Dit is echt top. Oké, we hebben dus alleen nog even wat kool nodig voor die furnaces, of wat? Kijk, wacht. Ik had al een mineplek gevonden. Hier. Kijk, daar had ik een soort van gat gecreëerd. En er was ook kool hier, dus nog meer zelfs. Als je hier dit weghakt zo. Oh, is nog meer kool. Nice. Let's go. Ik doe dan tarenpaal hier plaatsen. Twee stukjes, dat was het. Mooi. Oh, gaan we hier de mine in? Is dit de plek gewoon? Ja, ik dacht dat is een mooie plek gewoon direct voor de mine. Ja, mooi. En dan hier die plaatsen zo. En dan kon je via F3 of zo. Dan kon je de hoogte zien. Ja, precies, ja. Of zo. Maar ik denk niet dat we heel veel tijd hebben om nog een hele mine sessie te doen deze aflevering. Nee, maar een klein beginnetje kan wel. Een klein beginnetje kan zeker, ja. Een klein beginnetje. Lantaarnpalen bouwen in ons huis. Het is echt heel random dat we hier zijn gewoon ineens. Ja, het is gewoon zo gegaan, weet je. Het was gewoon de beste optie die we hadden. Het is gewoon ontstaan zo op deze manier. Het is inderdaad gewoon ontstaan. En ik accepteer ook klein, het. Klein, maar fijn, weet je. Dan ga ik de bestjes ga ik ook benutten. Ga ik ook op een leuke plek neerzetten. Dit vind ik echt rustgevend, ouwe. Mine. Gewoon mine. Heb je toortjes bij je? Ja. Je hebt genoeg. Ja, oh. Nee. Want je bent ook echt best wel diep al. Ja. Damn. Ik ga snel hoor. Wat voor pickaxe heb je? Iron. Oh ja, nee, oké, dat gaat wel snel inderdaad. Zou ik de mine? Ik ga de mine gewoon met een pad. Ik ga het aansluiten. Dan hebben we gewoon. Ja, dat ga ik doen. Wat ga je doen? Ik ga met een pad maken naar de mine. Dan kunnen we de weg niet kwijtraken. Zo, als ik een euro zou krijgen voor alle keren dat mij dat is overkomen. Wat? De weg kwijtraken met de mine. Oh. Niet normaal. Zo, mijn tools gaan allemaal stuk, dus ik hoop dat je heel veel ijzer en zo kan vinden. Ik kom er ook wel ook. Even aan, want het is helemaal donker en niet leuk hierboven. Oh jee, waar zit ik nu op? Ik zit nu op 38. Je moet op 12 zitten, toch? Je kan tegenwoordig tot min 58. Ja, maar 12 is diamond level, toch? Ja, ideaal is eigenlijk voor diamonds gewoon min 58. Je kan vanaf 12 inderdaad diamonds vinden. Maar het beste meen is min, 8, is min 58. Voor... Ja, dat is de really? Beste plek. Ja, om diamonds te vinden wel. Althans... For fuck's sake. Maar als je caves vindt, gaat het wel snel. Damn, son. What's up, neighbor? What's up, my guy? Well, here's a cave, right? Okay. Ja, here's iron. Ja, nice. Ja, ik heb echt some ijzer iron. Nodig. Doenk. I found you some fucking iron. En coal. En coal. How about that? Coal. Nerds, gewoon weer. You want some, my guy? Hij is een nerd. Nerds. Nerds. Hey, je doet nog meer ijzer. Hij zijn nerds. Nog meer nerds. Nerds. Here is a lot to discover, Max. Waar ben je? De andere kant op. Engelijn. Gaat het? Oh, nog één! Nog één! Oh my god. Hoe heb jij een enchanted chassis? Dat is die ene is die ik een gouden vonden? Ding? Ja. Met looting. Met looting. Oh. Heb jij toortjes die je kan plaatsen? A couple. Ik kan ze hier maar nee. Maken. Niemand is nog dood gegaan van ons, hè? We zijn alleen van allebei nog. Het is too easy, bro. Zeg, het is een easy Minecraft let's play. Maar we zitten ook pas in de aflevering. Oh, maat! Wat? Diamonds. Nee. Prank. Oh. Maar, wel... wel een heel groot chassis, gewoon. Een grote moin. Grote moin. Oké, zullen we, voordat we te ver gaan, deze mine onthouden en gewoon naar boven gaan? Ja. Ja? Dat is een goeie. Dat is een heel goed idee, Max. Twee doorloopt, of? Dat is een klein stukje iron die je even meenemen, weet je. Heb je ook kool gevonden? Dat kolen. Valt eigenlijk wel tegen. Oh, hier kan je ook nog verder naar beneden. En daarom, dit is echt, dit is de cave die we zoeken, Max. Ik kan het zeggen. We gaan terug, dit bewaren voor de volgende aflevering, ja, Max. Ja, dat kan het zeggen. Dat is belangrijk, want ik vind het eng en ik ga dood. Oh. Waar ben je omhoog gegaan? Ja, gewoon. Klimmen. Oh, bij die cobblestone daar. Ja, kobelsteen is fijn. Ja, het is geniepig, hè? Ja, maar je hebt wel een goede mine gevonden, dat is goed. Dan kunnen we volgende aflevering kunnen we gewoon full diamond worden. En dan gaan we die aflevering erop, gaan we gewoon al naar de nether. En dan gaan we gewoon de enderdingen verslaan. Allemaal in de volgende mogelijk. Aflevering. Oprecht mogelijk. Nee, niet in de volgende, gewoon in... Binnen 5 afleveringen verslaan we de enderdingen. Oké dan, ik een mooi streven, Max. Ja. Hé, hey, jij bent hetzelfde aan het doen als ik. Ja, ik zag jou het doen. Ik denk, help je even. Oh, ho. Kut. Dat gaat dan heel snel, al onze shies. Stoten ons hoofd. Eigenlijk moeten we dan ook stairs maken, dat je gewoon echt snel kan rennen. Je drupt het. Oh, drupt. Nee, de torches die allemaal geplaatst zijn. Ja, dat is inderdaad echt kut. Nee. Oh, mijn zwaarte stuk. Drupt het. Allemaal weg. Kijk. Nee. Oh, dat valt wel mee. Nee, ze zijn niet weg. Het is goed. Het is fijn. Ik hoor een portal, Max. Wat voor portal? Hoorde jij dat ook?
Een portal? Ja. Wat voor portal? Ja, weet ik nog niet. Maar ik hoorde wel gewoon een soort van geluid. Dat ik denk, hey... Een portal. Dat heb ik nog niet eerder... Wat, waarom springt deze idioot? Ik hoor niks. In het water zit. Ja, wat is dat nou weer, gast? Wat bedoel je met een portal? Ja, ik hoorde gewoon een apart geluid, Max. Ik weet niet wat je gewoon een soort van Easter Egg-achtig geluid. Ik weet niet wat je bedoelt. Oprecht. Ja, ik ook niet. Maar het was, ja, het was hier ergens. Het was spannend. Wat is dat? Heb jij dit cobblestone hier geplaatst? Ja. Oh, dat was dat. Dat was het water. Nee, niks. Niks aan de hand. Niks gebeurd. Wat is er aan de hand nou? Nee, ik gooi de promoveer water naar beneden. Oh. Omdat ik dat cobblesteen weggehakte. Oké, okay, we zijn weer terug. Leven nog. Oké, wat was er? Hey, de bosjes. De besjes. Lijp. Oh. Lijp hoor. Ja, en je moet even op de bordjes dingen zetten. Ik heb bordjes geplaatst. Ja, kijk, bij de ingang. Oh. Zijn bordjes. Dan kan je gewoon, tegenwoordig kan je er gewoon iets op zetten. Je hoeft ze niet meer te slopen. Oh, beter. Yves op uit mijn nest. Ga eruit. Jij de hele tijd, dat is gek voor jou. Op pleuren. Het is nu mijn huis, gast. Hey, er zit ook iemand in mijn bed. Wat doe jij hier? Ligt iemand in mijn bed? Kan jij hem eruit bounce? Optieven. Au, wegjagen. We gaan slapen, kom. We gaan een tukje doen. You may not rest now. There are monsters nearby. Hij komt hier weer. Pers op! Hij wil gewoon lekker je bed in. Laat hem. Nee, heb jij een zwaard? Ik word bijna doodgemaakt. Oké, Max. Zo. We staan op... Hey! Komt hier. Gast! Hij komt er ook gewoon in. Hier, doei. Heb je hem doodgemaakt? Ja, natuurlijk. Oh, ja, oké. Gaat dan de golem boos op ons worden? Dat was wel terecht. Nee. De golem is te ver weg. Oh. Hier, ik ga eerst even mijn glas ook plaatsen. Want ik wil ook gewoon... Hij ligt weer in mijn nest! Meen je niet. Haal hem eruit. Ja, jij bent nu echt de volgende. Jij bent ook in de beurt. Ik ben ook doei. Dood. Ik ook gewoon weer chillen hier. Wegwezen. En hier ook nog raampjes. Zo, dan heb ik ook raampjes. Ik vind het wel leuk. Laten we alleen nog wat op de bordjes zetten. Oh ja, is goed. Als laatste taakje. Zet ik wat op mijn bordje? Ja. Kribbenmaus. Ik doe alleen mijn naam, maar jij jouw naam doen, oké? Okay? Ja. Kribbenmaus Max met gemakkes. Pakket. Ik had er echt veel meer verwacht. Ik had wel verwacht dat je een leuk bordje zou zetten met huis van Roy of zo, weet ik veel wat. En gewoon kroket. Maus, Max. Nou, bij mij is het gewoon kroket. Gewoon misschien kroket. Dat dit later nog meer context krijgt. Maar ja, voor nu okay. Is het gewoon even kroket. Dan komt er ook kroket of zo. Hey, ja. Ik vind het mooi. Vind het ziet lijp. Er goed uit. En kijk die boom ook precies door het midden als je hier zo staat. Oh nee, niet ons huis weer gaan nakken. Nee, daar is een farmer, deze mag wel. Ja, ik wil zijn hoed. Ik wil echt zijn hoed, gast. Hey, het is weer een nieuwe dag, koetjes. Hey, hij wil een beetje tijd om te neuken. Let's go, kom hier. There we go, bro. Kijk. Hey, mag ik een emerald voor jou? Ja, dan moet je hem weed met hem ruilen. Hey, wat denk jij nou? Je gaat hij me gewoon aan mij geven, gast. Je overvalt hem? Ja. Dat is een goede roleplay. Het is een overval. Nee, hij heeft een hoedje, laat hem. Hij okay, is niks. Okay. En hier heb je trouwens ook voor een aflevering. Dat gaat niet lukken. Hey. Dat gaat echt niet lukken. Oh, is. Weed. Ja, we hebben nu ook gewoon een farm, gast. Je kan het zeggen, dit is gewoon een goede farm, dit. Nice. Hey, hoezo is dit nou kapot? Wat? Sorry. Doet hij dat net zo schrik? Ja, ik heb een ho nodig. Dat doen we volgende aflevering. Dat is het hele in thema van jouw land, gewoon. Ja, volgende aflevering. Okay. Ga het even goed nu doen. Nee, een CD-play had toch gewoon even farmen. Ik kan toch niet laten om gewoon even te farmen. Ja, farmen vind ik gewoon echt heel leuk, hoor. Hier, hoppakee, kan je zo. Ik kan ook de beetroot, de bieten kan je ook pakken. De bieten? Oh mijn dat god, zijn bieten. Wat is dat nieuw? Nou, inmiddels niet meer. De nou, bieten, voor mij wat is wel. Dit hier? Dit is gewoon aardappel. Potato! Hey, mag jij oh, jongens, hier, wat is gewoon leuk. Voor de Kribbenmouse, mag jij de outro doen gewoon. Oké. Okay. Dat is gewoon nu standaard een ding. Door de volgende aflevering. Vorige aflevering. Oké, okay, ja. Dames en heren, bedankt voor het kroketten. Bedankt voor het kroketten. Bedankt voor het kijken. Wil jij nou ook een kroket? Doe dan een duim omhoog op deze video. Wil je nog meer van deze serie zien? Doe dan ook een duim omhoog op deze video. En kijk Max zijn video's en shorts. En dan zien we jullie heel graag weer in de volgende video. Met weer waarschijnlijk een nieuwe Kribbenmouse. Bye bye. Doei.